en de twinters van Rubik 4. Die kunnen ze ook alvast gereed houden hier op de voorkant. Maar bij de eind van hey, Marren. Als we het meteen aan de beurt. 102 tot en met 106. Dankjewel. Mag ik ook jouw microfoon? Ja, een hele goede morgen op deze tweede dag van de vakdag van Taart Behoort. In deze baan verschillende rubrieken. We beginnen met de jeugd. We hebben een rubriekje opnames. We gaan met stermerries en kroonmerries verder. Keur samen met Wieneke Blom, Wil Thijssen en aspirant Maartje Nachtegaal. En we wensen iedereen veel succes. We zijn begonnen met de rubriek entermerries. 101 was afwezig in deze rubriek. Hierbij de beoordeling van catalogus nummer 100.
Dat is een enter die een voldoende sprekend hoofd heeft, een hele lange hals heeft die iets verticaler gesteld mag zijn. Qua ontwikkeling zou ze iets meer jeugd mogen uitstralen voor deze leeftijd. De bovenlijn is voldoende, de romprichting zou wat opwaartse mogen, het voorbeen zou wat langer mogen. Paard heeft de bouw van het spronggewicht met name rechtsachter, rechtsachter zou iets correcter mogen. Mary stapt met voldoende lichaamsgebruik en voldoende ruimte. In draf is ze lichtvoetig, met veel zweefmoment, mooi op eigen benen, waarbij ze het achterbeen iets resoluter onder de massa mag zetten. Mary krijgt vandaag een tweede premie. Back the arm. Thank you.
Thank you.
Ja, nee, hoor. Ik ben juist aan het werk. Oh, zo. Dankjewel Henk. We zijn aangekomen bij de Twente rubriek. 104 konden we helaas vandaag niet primeren. Deze twee Twente Merries kunnen wel een premie krijgen. Voor ons staat catalogus nummer 103. Is een Twente Merrie met zeer veel rasuitstraling. Voor de leeftijd ook al veel behang. Een heel edel hoofd. Een merrie die misschien in totaliteit op dit moment wat meer jeugd mag uitstralen. En die voldoende lang gelijnd is, maar iets hoogbeniger maar zou mogen zijn. We zouden graag iets meer kwaliteit in de sprongen willen zien. De stap is voldoende. In draf toont de merrie een mooi gebruik van het voorbeen. Veel ruimte. Ook een opwaartse lichaamshouding. Zou iets sneller aan mogen treden. Deze merrie krijgt een tweede premie. En op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 105. Als die voor je staat, een hele luxe, moderne, jeugdige merrie. Hoogbenig, met een voldoende romprichting, een sterke bovenlijn. Een merrie die beschikt over hard beenwerk. En in de stap, met name hier net met het rondstappen, als ze ontspannen is, dan stapt ze met veel vlijt en veel ruimte en veel takt. In de draf zou ze meer in verbinding mogen draven. Maar al met al willen we toch deze merrie een eerste premie geven. Gefeliciteerd. En we zien deze merrie zometeen terug. Nou, een prachtig
Voorzitter van de jury.
vierde plaats nummer 113. Waar dat goed in de ras die bestaat, goed voor de hand heeft. Of goed in de lijnen. Om niet te spreken dat het een hoofd zijn. De bouwers is die goede voorbereiding voldoende lengte in het lichaam of wel opwaarts gebouwd. Speler heeft voldoende kwaliteit. Dus de stap heeft die ruimte en voldoende tak. We hadden daar graag wat meer soepelesse in gezien. De draf, dat lijkt toch een beetje op de voorhand. We moesten ook nog meer kracht en meer ruimte hebben en soepelesse komen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het standboek. Een beetje meer gas, tweede rondje. Mooi front erop, goed voor de hals. Kijk mooi de wereld in. En de bouwen is wel voldoende lengte in het lichaam. Maar we missen toch de sterkte in de bovenlijn. Waar de lendenaansluitingen kon die sterker zijn. Weer in voldoende kwaliteit. Ietsje goed in haar geweest. De stap is ruim. We hebben een voldoende tak. We missen daar een beetje activiteit in. En de draf maakt die goede houding. Heeft die goed achterwind. Heeft die goede balans. Ook daarbij ook iets meer over de rug gaan. De paard wordt vandaag opgenomen in standboek met de derde premie. Voor een hogere waardering willen we toch iets sterker in de bal zien. Dan hebben we paard nummer 107. Dat is een lange lijn de merk met een goede bovenbouw. Sterk in de rug. De gastlieper heeft hier een lange hals, wil hij iets meer luxe opdruk hebben. Beenwerk is goed in de hoog, iets hoek in de achterbeen. Paard stapt heel ruim met voldoende kracht en een goede tak. De draf heeft ook mooie ruime passen. Kandidaat, oud-secretaris en 36 jaar onroerbaar bezig voor de AKB Damme. Blijven te gedenken, hij heeft bij zijn overlijdende vereniging een legaat naar aangelaten. En vandaar dat men het bestuur heeft besloten om zijn naam blijven aan deze vondag te verbinden. Middels de ereprijs voor de beste driejarige vanmiddag. In het kampioenschap van deze leeftijdscategorie, de driejarige Stermees. Een bijzonder man, prachtige herinneringen. Een groot liefhebber en ook nog een auteur van verschillende publicaties waar het gaat over vriespaarden. Een man waar we met veel genoegen aan terugdenken. AKW. Ook bijna traditie zou ik willen zeggen dat bij de kampioenschuur vanmiddag voor het algemeen dagkampioen wederom ook een dekking beschikbaar is gesteld door de Eksterhouderij Bosma van de familie Bosma en Paul Bosma. Aan het nemen. Denk om de jury, want die moet hem naar beoordelen. Nog altijd op de achtergrond degelijk aanwezig. Samen met Losjes. Gaatse bestieren ze de extra houderij. Trak! Daar wordt je warm van, wat een beweging. Zo zien we ze graag marcheren. 104-5. En natuurlijk zijn we bijzonder en eindelijk aan de familie Bosma voor het wederom beschikbaar stellen van een gratis dekking voor de algemeen dagkampioen later vanmiddag. Tweede groep, driejarigen, er wordt op u gewacht. De baan is leeg. Dankjewel. 115 tot en met 121. Volle baan.
staan in week 8-2. Op pagina 52 moeten we er uiteraard ook rekening mee houden dat ze iets eerder aan de beurt zijn, omdat we nog behoren voorlopen op het tijdschema. 157 tot en met 162, u bent aansluitend naar de groep hier is geplaatst en besproken, bent u aan de beurt. Nu staat het gepland, zo rond 10 uur, ik denk dat dat wat eerder gaat worden. Dus een vriendelijk verzoek om die tweede groep ook wat eerder klaar te hebben staan in de voorstelling. Dus nogmaals een vriendelijk verzoek om de tweede groep gesterveniseerd dat met 6 jaar 157 tot en met 162 ook alvast richting de voorstelling te brengen. Ik heb geen bier krijgen, ik heb geen bier.
heel in die schuif. Nou, dat is een leerende school. Dat is een zusje. Nou, hè? Maar dat was het erin. Pak je wat wel? Nee, we pakken daar een bakje koffie daar. Ja? Ja, maar ja. Nou, houd die maar vast dan.
Ja, beste mensen, we zijn aangekomen bij de eerste rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. 6 en 5-jarige merries die hier hun kunnen hebben getoond. We beginnen bij catalogus nummer 151. Dat is een merrie met een sprekend hoofd die iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou mogen zijn. Voor het mooie zou ze hoogbenige mogen zijn. Ze beschikt over sterke lendenen. Het kruis zien we graag minder hellend. Beenwerk is voldoende droog. Achterbeen is een fractie. Sabelbenig. Deze is van de livestream. De stap is actief en heeft voldoende lichaamsgebruik, is voldoende ruim. In de draf zou ze meer kracht en meer ruggebruik mogen laten zien. Ze wordt niet aangewezen voor de centrale keuring. Nee, dat. Laat alles eruit. Ja, alles is goed. Ja, hallo. Hallo, hallo. Nee. Hé, hey, dat snap ik. Hallo, hallo. Gehoorapparaat even. Hallo, hallo. Dat is lastig. Hallo, hallo. Schreeuwen? Nee, ik heb geen... Nee, maar moet ik schreeuwen? Dat denk ik. We rennen voor op het fietsje, maar waar zijn we rennen? Hallo? Oh, nee. Ja. Wat zien we in draf ook al terug? Nou niks? Nee. Dan zul jij de muziek echt van je eigen muziek van wat er bij moet. Aggregaat is wat. Ja, maar wel een beetje brekken, hè. Dat is We zijn. Doet hij het dan wel? Ja, die doet het wel. Maar dan moet ik heel hard schreeuwen. Nou ja, dan hoor ik die stem niet. Nee. Hallo, hallo. We zijn aangekomen bij catalogus nummer 154. Het is een rassige merrie met veel behang, een edel hoofd. Merrie heeft een lange hals die iets verticaler gesteld mag zijn. Merrie die zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben, waardoor ze wat opwaartse gebouwd mag zijn. Ze heeft een goede kruisligging, iets gerekt in het middenstuk. Merrie die zou wat meer kwaliteit in het beenwerk mogen laten zien. In de stap zou ze iets meer aan mogen sluiten. De draf heeft heel goede beentechniek. Veel zweefmoment, een krachtig achterbeengebruik. Merrie die wordt niet aangewezen voor de centrale keuring. Daarvoor zou ze... Hallo, hallo. Hoe kan dat dan? Hallo, hallo. Ja, maar wie reed? Heb je op hier dus geen invloed? Hé, dat is die wat voor stroom aan. Hoe ze dat mogen dan van elkaar krijgen? Nou, ja, altijd samen ben je ook. Ja, die is klaar. Nee, dat is hetzelfde. Alles draait op een heel terrein. Sneeuw wel. Ja, ik zou het nu ook even niet weten. Misschien dat die sneeuw nou weer doet. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Ik ga verder met catalogus nummer 155. Is een rassige Mary, edelhoofd. Mary die lichter in de hoofd-halsverbinding mag zijn. Een voldoende langgelijnde Mary die in romprichting iets opwaarts gebouwd mag zijn. Het kruis zouden we graag minder hellend zien. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. Mary stapt goed, resoluut. In draf zou ze meer gedragenheid mogen tonen. Ook deze Mary niet uitgenodigd voor de centrale keuring. Catalogus nummer 152 zou iets rijker in de rasuitstraling mogen zijn. Beschikt over een sterke bovenlijn, een royale schouderpartij. Het kruis zou minder hellend mogen zijn. De bouw van het rechte spronggewricht zouden we graag iets correcter zien. De stap heeft voldoende takt, maar mag meer door het lichaam naar voren worden gestapt. Ze toont een hele goede draf met veel takt, sterk achterbeengebruik, veel zweefmoment en souplesse. Helaas ook geen aanwijzing vanwege beenwerk, wat niet toereikend is. En tot slot catalogus nummer 153. Een hele statige merrie met veel statuur, veel behang. Een merrie die grootramig is, die een fractie sterker zou mogen in de rug. Merrie die een fractie sabelbenig is, voldoende kwaliteit beenwerk heeft. De stap sluit goed aan. In draf toont ze voldoende houding en ruimte, kan ze ook schakelen. Zou iets meer schoudervrijheid mogen tonen. Deze merrie wordt aangewezen voor de centrale keuring. Ik heb het van deze.
tweede groep. Jan, aan jou het woord. Ja, dank u wel. Tweede groep. Profiel op plaats nummer 115. Mary die goed een gast die bestaat, mooie royale voorhand heeft. Correcte bodus, aan de lijn. Goeie rug, punt. Tweede werk hadden we graag iets meer kwaliteit te zien. De stap heeft hij voldoende ruimte eruit. Voldoende kracht. Ook de takt is voldoende te draf. En dan heeft hij wel een goede houding, maar die opwaarts, maar mist toch de kracht in de achterhand. Zien dit paard wordt opgenomen in het stamboek met de derde training.
stil zijn, hè? Terugzetten, hetzelfde voor. Super. Thank you.
is, kan inschatten te veel op de modelverklaringen, rolverklaringen. Voor u, als ingewijde natuurlijk allemaal gestegen boek. Voor de buitenstaander krijg ik niet altijd even overzichtelijk en duidelijk. Maar ik zou zeggen, kom langs, beleef het mee. En doe er een voordeel mee. Je kunt nooit genoeg over voorbereiding en buiten komen te weten. Dit is een keuzedagen met uitgelezen momentvoer. Wel of niet een aanwijzing voor de centrale keuring en dat betekent eerste premie waardig. We beginnen bij catalogus nummer 162. Dat is een royaal ontwikkelde merrie die voldoende lang gelijnd is,
die wel erg neerwaarts gebouwd is, meer voorbeenlengte zal mogen hebben. Voldoende bovenlijn, voldoende droog beenwerk, de hoeven zouden wat royaler mogen. De stap is erg kwetsbaar, met name in de wendingen heeft de merrie moeite met de takt. De draf heeft een goede beentechniek, daarbij zou ze nog een iets meer opwaartse lichaamshouding mogen tonen. De merrie wordt niet aangewezen voor de centrale keuring, daarom zou de stap toereikender moeten zijn. Catalogus nummer 158 is een merrie met veel front, die iets meer jeugduitstraling zou mogen hebben. De merrie is volgens mij zogen, maar zou iets meer bespiering over de bovenlijn mogen hebben. Het kruis zou minder hellend mogen zijn. Heeft een voldoende horizontale romprichting. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. De stap heeft voldoende takt en ruimte. In draf zouden we graag meer kracht en meer ruggebruik willen zien. Bedankt voor de presentatie, maar geen uitnodiging voor de centrale keuring. Dan komen we bij catalogus nummer 157. Is een evenredig gebouwd paard met een edelhoofd en veel uitstraling. Beschikt over hard en correct gesteld beenwerk. De stap was iets terughoudend, maar voldoende takt en ruimte. Ook in draf was wat terughoudend, goed gebruik van het achterbeen. Ze ontvangt geen uitnodiging, het is een hele correcte stermerrie, maar ze zou in alles dan even iets meer mogen overtuigen. Dan komen we bij catalogus nummer 159. Een rassige merrie met een goede romprichting, voldoende bovenlijn, een lang kruis die wel hellend is, beenwerk is voldoende droog, voorbeenstand is iets onderstandig. In de stap zou ze meer takt mogen laten zien en ook meer lichaamsgebruik. Draf heeft ze een krachtig achterbeen, kan ze schakelen, toont ze veel afdruk. Ze wordt niet uitgenodigd voor de centrale keuring, daarvoor zou ze in de stap overtuigender moeten zijn. En dan komen we bij catalogus nummer 160, een heel behendige, jeugdige merrie. Die beschikt over een sterke lendenpartij. Merrie met voldoende droog beenwerk. De stap is actief en sluit goed aan. In draf is ze lichtvoetig met een goed gebruik van het achterbeen. We nodigen haar graag uit voor de centrale keuring. En dan op kop geplaatst, catalogus nummer 161. Ja, een hele complete merrie, veel rasuitstraling, jeugdig, een evenredig gebouwde merrie die brede lenden heeft, die goed stapt en gretig draaft met een heel sterk achterbeengebruik. Ook deze merrie een uitnodiging voor de centrale keuring. Gefeliciteerd. Dankjewel. Opstu. Meneer, lang en duidelijk, hoorbaar.
Hank op, Helge. Henk, hè? Rennen en vliegen voor jou. Ja, dan blijf je fit bij. Rubriek 9, 7 jaar en oudere stermerries. Catalogus nummer 163 was afwezig. We hebben hier voor ons staan catalogus nummer 164. Zo. Het is een hele rassige merrie die sterk gebouwd is. Zou misschien alleen iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Beenwerk voldoende droog. De voorbijstand kan correcter. De merrie heeft een opvallend goede stap. Met veel lichaamsgebruik en veel ruimte. In draf heeft de merrie een goed achterbeen. Zou iets meer schoudervrijheid mogen tonen. Deze merrie nodigen we graag uit voor de centrale keuring. Gefeliciteerd. Ook al een goede test gedaan. Met een 7,5 op stap en een 7 op draf. Felicitaties. Annemie, kijk weg. Voor de nieuwe.
Keun. En die heeft natuurlijk reeds premium hangen. En die kan vanmiddag dan ook nog vervoeren naar het kampioenschap bij de 4 jaar en oudere paarden. Goed. Provincie. Yeah.
rubriek kroonmerries. Dus merries met het ene hoogste predicaat binnen ons stamboek. Kwaliteitsvolle merries dus. En vandaag gaan we kijken welke merries aangewezen worden voor de centrale keuring om zich daar nogmaals te presenteren. We beginnen bij catalogus nummer 165. Is een merrie met veel rasuitstraling. Een merrie die evenredig gebouwd is, sterke lendenen heeft. Die voldoende kwaliteit beenwerk heeft. We voor erg week gecoat en de voorbeenstand zal ook correcter mogen. De stap is goed. De draf toont de merrie voldoende buiging in het achterbeen. Ze krijgt geen aanwijzing vanwege het beenwerk. Maar een hele goede kroonmerrie. Catalogus nummer 166 is een grootramige merrie met veel statuur, royale schouderpartij, die voldoende droog beenwerk heeft, royale hoeven. In stap zet ze het voorbeen mooi weg, in draf heeft ze een mooi gebruik van het voorbeen, maar zou ze iets meer in verbinding mogen lopen. Ze heeft hele goede testcijfers met een 7 op stap en een 9 op draf en we nodigen haar uit voor de centrale keuring. Gefeliciteerd.
Super, Charlie! Thank you.
twee eens even. Voor dat voorbeeld dat vrouwen zoeken te liggen, kunnen hun voelen zijn, iets halen met een kruis.
vinden wij eigenlijk een goede kwaliteit voor een goede rechterstel. De stad heeft die ruimte, omdat wij zo iets meer kracht tonnen, maar goede takken. De draft heeft die goede houding. Dat is voor de goed weg, dan hadden we graag toch iets meer ongeveer achterwege zien, iets meer lagende. En vaak wordt dat opgenomen en dan moet het dergelijke. De 134, de lange lijn naar Berry, een mooie brede gebouwd, op een goede bovenlijn, kruisende de fractie hel. De gastlieb heeft een lange hals, een goede vorm, hoofd tot iets eerder wat tijd. Het bedenwerk heeft hier goede kwaliteit, het is goed in de dag nog weer, voor iets verwerken met de voorbeden. De stap heeft hier goede ruimte, het is ook weer actief, een dag, laat die opwaarts, goed maakt die goede ruimte.
Hier in deze baan. We hebben 6 paren gekeurd. Nummers 145 en 150 waren afwezig. Nee, 145 en 147 waren afwezig. Alle paren die we gekeurd hebben mogen terugkomen voor primering. En we beginnen bij catalogus nummer 44. Dat is een mooi gelijnde hoogbenige merrie die opwaarts gebouwd is. Die iets minder hellend in het kruis. De stap, die zou overtuigende mogen. Merrie draagt met een mooi voorbeengebruik en opwaarts. De merrie wordt opgenomen in het standboek met een derde premie. Ja, catalogus nummer 146, die zou wat rijker in de bespiering mogen zien. En die zou misschien ook iets meer mogen zien van de wereld, zodat hij wat meer tot zichzelf komt in de baan. Het is een langgelijnde merrie, die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Merrie heeft royale hoeven, beenwerk is voldoende droog.
De stap zou beter aan mogen sluiten. In het open toont de merrie mooi gebruik van het voorbeen, maar zou iets mooier in verbinding mogen lopen. De merrie wordt opgenomen in het standboek met een derde premie. Dan catalogus nummer 173. Is een merrie met een opvallend edelhoofd, die iets langere hals en minder zware hals zou mogen hebben. Het is een evenredig gebouwde merrie die toch iets beknopt aandoet. Het beenwerk is voldoende droog, de stap is voldoende ruim en takmatig. De draf is correct, maar blijft iets op de voorhand. Ook deze merrie opgenomen in het standboek met een derde premie. Ja, dan catalogus nummer 148. Is een merrie met een voldoende sprekend hoofd, die iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou mogen zijn. Voldoende hoogbenig, voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is lang maar hellend. Merrie beschikt over fijn droog beenwerk. De stap die hebben we terug laten komen. En de stap was nu voldoende ruim en takmatig en gelijk. In draf toont de merrie een sterk achterbeengebruik met veel trit en veel souplesse. Ze wordt opgenomen in het stamboek en sterk verklaard met een tweede premie. En dan catalogus nummer 149 is een hoogbenige, royaal ontwikkelde merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft, iets onderhals. Merrie die heeft voldoende droog beenwerk. De stap zou meer ruimte en meer lichaamsgebruik mogen tonen. Ook de voorbeenstand rechtsvoor zou wat correcter mogen. De merrie maakt veel goed in de draf. Met een opwaartse draf, mooi gebruik van het voorbeen, veel ruimte. Deze merrie ook ster met een tweede premie. En tot slot op kop geplaatst, catalogus nummer 143. Merrie die voor haar leeftijd al veel behang heeft. En heel veel expressie in het hoofd. Merrie heeft een goede bovenlijn, goede kruisligging, goede romprichting. En ook een royale schouderpartij. Beschikt over droog beenwerk. Heeft een opvallend goede stap met veel lichaamsgebruik. Resoluut en veel ruimte. De draf was ruim voldoende. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. Hey! Gefeliciteerd. Dankjewel. Die mensen zijn blij. Wat een enthousiaste langs de kant. Gefeliciteerd. Thank you.